Iemand dat gezien, hè. Amazing. Weer een bizar. Die rijden met een voorsprong van 19 seconden en voor dit onderspelletje.
En dan zie je het nog altijd dezelfde kopmannen. Dan krijgen ze dadelijk ook nog de bergprijs, maar met zeer lichte voorsprong gevolgd op het peloton. Snel ook in het peloton nu. Nog twee ronde wedstrijd, mannen. We krijgen nog bergprijs. Nog twee ronde wedstrijd. Dan was hier het peloton heel dicht gedaan. Het nu toch. Nog twee ronde, mannen. Ja. Ondertussen zijn de witte die dit op sleeptouw gaat nemen. En nog twee ronde wedstrijd. Nog twee ronde. Het wordt dit door nog twee ronde wedstrijd. Kom maar, Jaro! Kom maar, kom maar! Hou je staan! Hou! Hou! Ja, Lunder is met de lichte voorsprong nog. We krijgen de drie achtervolgers. Peloton ook terug op versnelling gebracht. En dan zie je het ook heel dicht genaderd voor de slotfase van de wedstrijd. Laatste ronde van de wedstrijd. De bussen vliegen weg. Laatste ronde. Ja, daar zitten Lunders op zijn eentje en de drie achtervolgers. De drie achtervolgers met de witte Jani van Imp, met Daan van Bracht en ondertussen het peloton. Laatste ronde, mannen. Laatste ronde van de wedstrijd. Laatste ronde. Oh, wij zijn daar! De peloton die doorkomt gaat naar de slotfase van deze wedstrijd in de grote prijs Serge Bagge, beker van België voor Niebelingen. En ook de derde, het nummer 67. Dan Jan Bram Niebelingen. Dan zie je het een geslaagde wedstrijd. Een prachtig weertje, wat moeten we meer hebben? En straks gaan we zien wie de overwinning op zak mag steken. Ja, maar dat was het dan. Dus nog altijd het nummer 121, Matthias de Boek aan de leiding. Gevolgd door Sven de Witte. Ja, ze zijn er. Ja, we krijgen zo dadelijk twee renners, nog eentje die er gaat bijkomen. We gaan zo dadelijk uitkijken voor de eerste plaatsen en de ereplaatsen. We moeten zo dadelijk toch plaats maken achteraan voor de spurt, voor vrienden. Denk erop, plaats laten achteraan voor de spurt. En we komen naar de rechte lijn toe, sportvrienden, in deze grote prijs Serre-Bagge. En we gaan ze dadelijk uitkijken en zien wie de overwinning op zak mag steken. En dan geeft een prachtige wijze de overwinnaar in het nummer 81. Sven de Witte die de grote prijs Serre-Bagge op zijn naam mag schrijven. En dan zie je het peloton ook nog heel dicht genaderd. Dan zie je de spannende wedstrijd, de finale van deze wedstrijd. Goed gedaan. Dus het wielerteam Waasland met Sven de Witte, de overwinnaar van deze wedstrijd.